Oké, goed nieuws. We gaan naar de keuring. We hebben eindelijk een uitnodiging gehad voor de keuring. Dus vandaag gaan we de kamnet laten keuren. Oké, nee. Het is niet helemaal waar. We gaan wel naar de keuring, maar we gaan naar de keuring om de kamnet te laten keuren als lichte vracht na de jaarlijkse keuring. Als je een lichte vracht hebt, dan moet je elk jaar, hier zie je dat op de stickers, dan moet je elk jaar naar de keuring en dat is rond deze periode. Dat is nu heel ongelukkig dat dat samenvalt met samen met het moment waarop dat ik binnenkort eigenlijk naar de keuring mag als lichte vracht. Want ik heb ook wel goed nieuws. Ondertussen ligt het dossier wel bij de overheid. Dus we hebben de firma die die omkeuring voor ons doet, of de homologatie beter, en de plaatsing van de zetels. We hebben die achter de veren gezeten, we hebben die dagelijks gebeld voor een status-update, gemaild en gedaan. En uiteindelijk is eindelijk het dossier daar vertrokken geraakt, dus het ligt bij de overheid. We hebben die overheidsdienst ook al gecontacteerd ondertussen. En vooral om te weten eigenlijk wat de periode is, hoe lang dat zo'n dossier daar moet blijven liggen. En eigenlijk ben aan het zoeken naar de juiste woorden, maar om de dienstverlening te beschrijven, vriendelijk is het juiste woord niet. Ze zijn gewoon, uiteindelijk hebben ze ons geantwoord dat ze op die vraag niet kunnen antwoorden. En vervolgens hebben ze ons een antwoord gegeven. Komt erop neer dat dat dossier daar, die goedkeuring of evaluatie daarvan, duurt tussen de 2 tot de 6 weken. Afhankelijk van of dat het dossier nog terug moet of wat complex is of niet. Het kan dus zijn dat dat nog terug moet naar de constructeur met dat er vervollediging, dat er dossierstukken ontbreken of zo in het dossier. Maar in het beste geval zou dat kunnen gedaan zijn op 2 weken. Hè. We zullen zien. En dan gaan we dus opnieuw naar de keuring. Misschien mogen we op 2 weken terug opnieuw naar de keuring. Ja, als hem er nu niet door raakt trouwens, dan krijgen we een voorlopig keuringsbewijs van 3 maanden. Een tip nog voor iedereen die met een uitzonderlijk hoog voertuig, uitzonderlijk is juist goed, met een hoog voertuig rondrijdt. Plak er zo'n sticker binnenin met de hoogte in. En de breedte heb ik ook. Voor als er zo van die beperkingen zijn, dan kunnen we gemakkelijk zien of hij er gaat onder geraken. Neemt dat ook ruim genoeg. Ik heb er ook de breedte in staan, want soms van die historische stadjes staat er soms van die kleine straatjes ook waar je soms maar een beperkte breedte hebt. En ik heb hier ook de banden druk staan, want we gaan eigenlijk nu onze banden op druk zetten voor de keuring. Dat ga ik eerst doen. Dat moet vrij veel druk op. 4 1 van voor. Dat is 4 5 van achter. Ik heb trouwens geen afspraak gemaakt. Normaal maak ik altijd wel een afspraak. Maar hier is er eigenlijk bijna nooit niet veel volk. Dus ik heb maar geen afspraak gemaakt. Dus we zullen zien, hopelijk is er niet veel volk. Ik heb een hele dag de tijd. Maar ik doe toch liever ook graag nog iets anders. We hebben onze nieuwe sticker. Dus die plak ik bij de rest.